Cor van der Sande uit Zomeren startte eind 1964 met de band The Fashions. Op zondag 27 oktober treedt de band op in de Ruchten in Zomeren met een bijzonder jubileumconcert. Austeer Jonikaiten van Sirius TV ging naar de repetitie van The Fashions in de Bosuil in Weert. Cor, we hebben jullie net een beetje horen repeteren. Ja. Ja, 60 jaar weer voor de Fashions. Klopt, vanaf 64. Kijk. Dus nou het 60-jarig jubileum, 27 oktober in de Ruchten. Ja, want jullie zijn al hard aan het repeteren, hoor ik vandaag. Vind je? Nee. Hard wel, ja wel. Ja, nee, dat is normaal. Elke woensdagmorgen is het repetitieruimte. Dan zitten we hier en dan gaan we er tegenaan. Hè. Ja. Zo hoort dat, hè. Ja, 60 jaar is best wel lang eigenlijk. Hoe is het ooit begonnen voor jullie? Nou, het is begonnen toen ik in 1964 in Helmond een optreden zag van de Scorpions. De Engelse Scorpions. En die zongen toen de nummer, ik weet niet of je het kent, van Hello Josephine. Dat is met dat lachen erin. En die speelde ook een nummer van Van Morrison, Gloria. En dat vond ik zo machtig mooi dat ik denk, dit wil ik ook gaan doen. Dus ik de dag na de hand op maandag ben ik gelijk naar Verlees gereden in Eindhoven, naar de platenzaak. Heb ik meteen de LP's gekocht van Dem dan, dat was eigenlijk Van Morrison. En ik heb ze meteen gekocht en zodoende ben ik er eigenlijk ingerold. Toen ben ik in Helmond wat vrienden tegengekomen die eigenlijk ook wat muziek wilden gaan maken. Ja, zodoende is het eigenlijk ontstaan. Kijk, ja, zo is het ontstaan en dan nu 60 jaar verder was er in de tussentijd allemaal gebeurd. Wat voor hoogtepunten hebben jullie gekend? Hoeveel tijd heb je? Wat springt nou bij je gelijk naar voren? Oh, we hebben zoveel meegemaakt. We hebben op een gegeven moment via onze band is er op een gegeven moment het kerstbal gestart in Helmond in 1985. En een van de anekdotes is dat wij, die hadden repetitieruimte gehuurd onder het speelhuis. Dat is het speelhuis wat nu afgebrand is. Hè? Dat was vroeger schitterend theater. En wij hadden daar repetitieruimte onder. En op een gegeven moment komt er een man die komt naar beneden gerend en die zegt, stoppen jongens. Ik zeg, waar is de brand? Nee, ziet hij, er is geen brand, maar Freek, die jongen staat boven een uitvoering te geven. En die had gezegd tijdens de uitvoering van, verdomd, dat lijkt wel of je beneden in een rockband zit te repeteren. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die je allemaal meemaakt. Dat was wel leuk. Ja, ja en dan nou toch 27 oktober in de Ruchten, het grote optreden. Wat kunnen we een beetje gaan verwachten ervan? Hetzelfde wat we altijd doen. Dus jaren 60, aangevuld met wat blues en toch de nummers die de mensen van ons gewend zijn, die we er altijd spelen, die zullen we nou ook weer spelen. Yes. Met wat Nederlands erbij. Ik heb me over laten halen, ik heb altijd in principe gehad nooit geen Nederlands. Toen heb ik zelf een nummer voorgesteld van ik heb geen zin om op te staan. In een andere uitvoering. Dat vond ik eigenlijk wel zo geinig. Dat die anderen zei van, nou, misschien hebben we wel meer nummers in het Nederlands die ons ook liggen. En Sven, je hebt net even de nummer van Blauw gehoord, van de Scene. En dat vonden wij eigenlijk wel leuk. Dus wij denken van, nou, dan doen we dat ook. Maar ik vind 3 wel genoeg. Ja, want jullie spelen nou eigenlijk de nummers die jullie altijd al spelen. Gaat dat niet vervelen? Blijft nog wel leuk? Nee, wij hebben nou, we zijn nog meer, toch iets meer de jaren 70 en 80 ingedoken. Want inderdaad, sommige nummers hebben we eigenlijk wel van zoiets van, nou, alweer. En die hebben we er ook uitgegooid. Dus, maar er blijft toch een selectief aantal nummers blijft over die eigenlijk, en die mensen ook wel verwachten. Gloria is altijd ons eindnummer geweest van het einde van het optreden. Ja, dan moet je gewoon spelen. Als je dat niet speelt, dan roepen de mensen erom. Dus dat willen de mensen hoor. Kijk, en dat doen we dan ook. Ja, en nu 60 jaar, gaan we ook door naar 70 en 80? Ik zeg helemaal, ik ben al 2 of 3 keer gestopt. En elke keer weten ze me over te halen of ikzelf om toch maar weer te beginnen. En ik plaats mijn tijd maar bij. Ik zeg maar gewoon, het komt wat komt. En vandaag morgen val ik misschien een keertje om. En dan is het gebeurd met de band. Althans met mij. Kijk, ja, en de rest van de band, dus jij bent eigenlijk nog wel het eerste oorspronkelijk lid? Ja, ik heb de band begonnen in 64. En we hebben op een gegeven moment met twee van onze muzikanten heb ik een tijdelijk optreden gedaan van 2 uitvoeringen. En toen ben ik weer gestopt. En ja, die hebben me eigenlijk gevraagd, of zo gek gekregen, om te zeggen van, kunnen we toch niet 1 keer weer nog een keertje de band beginnen, de band opstarten. Ik wilde er eigenlijk niet, want het duurt minstens 1,5 jaar voordat je eigenlijk weer een compleet repertoire hebt om op te gaan starten. Maar ja, die jongens kenden inmiddels al zoveel nummers. Daar hebben we gezegd van, nou, dan zoeken we 2 gitaristen. Nou, Hans, die heb ik leren kennen met het project in Helmond.
een cultuurcontact. En Gert, die hebben we via een advertentie, die heeft daarop gereageerd. Ja, en zodoende zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen en zijn we nog weer gestart. Jullie zijn al 60 jaar bezig. Gaat de leeftijd om het niet een beetje een rol spelen? Soms. Soms ben je echt wel na een optreden, als je 3-6 hebt gespeeld, dan is het echt wel van, oh, nou is het eigenlijk wel genoeg. Maar ik vind het muziek maken geeft altijd zoveel energie en ook het repeteren. Maar vooral de optredens die geven zoveel energie, nou daar kan je wel een heel tijdje op vooruit. Ja. Dus wij spelen nu de 27e in zomer dan, in de Ruchten. Wij zitten 20 oktober zitten we in De Dreef in Aarle-Rigstel. Dat is bijna uitverkocht. Er zijn er een paar kaarten verkrijgbaar. Dus dat geeft wel aan dat er nog heel erg veel vraag is naar echt deze muziek. En ook de jeugd zien wij hoe langer meer verschijnen bij dit soort muziek. En ook die jeugd die koopt weer platen van vroeger. Dat is op dit moment gewoon zo. Ja.